door naar een ander soort manier van duurzaamheid. Want we hebben het natuurlijk altijd over duurzame goederen, duurzame leveringen en dergelijke. Maar je kan ook duurzaam zijn in je leefwereld en in je contacten. Dirk-Jan, ik denk je neemt een kop koffie voor me mee. Ik ben van de koffie, dat weet je. Ik gun het je ook van harte om die geweldige koffie van Corazon voor jou te serveren. Ja. Nou, dat moet een keertje gebeuren, absoluut. Corazon, het hart. Ja, dat is waar vanuit je moet werken, meneer. Ja. Je moet vanuit je hart werken. Ik ben het helemaal met je eens. En als ik dan denk aan op de manier waarop jij dat doet. Want als ik bij jou binnenkom lopen, dan mag ik mijn laptop niet mee hebben. Dus het gaat om communiceren ook vanuit het hart voor de klant. En dat ligt gevoelig, hoor. Is het zo? Ja, mensen voelen zichzelf snel beperkt in hun vrijheid. Ik mag zeker zelf weten wat ik doe. Nee, wij willen het gezellig houden. En daar hoort zo'n laptop dan helemaal niet bij. Ja. Ik zou nu ook denken, hè, we hebben nu natuurlijk in deze tijd van corona, heb je zoveel minder contact met mensen. En als je het hebt, heb je het via de computer. Het is ook alweer leuk als je elkaar nu weer een beetje mag gaan zien, hè, en ontmoeten. Oh, nou, kijk, we hebben toen met corona werden geconfronteerd, hebben gelijk een bestelservice opgericht. Ja. En ik rij me helemaal slagend rond met broodjes en dingetjes. Ja. Maar het leukste daaraan was niet dat mijn verliezen beperkt bleven, maar dat ik mijn vaste gasten weer eens zag. Dat die deur open ging en woon jij hier? Wat leuk. Supergezellig. Maar ik mis ze echt. Je weet dus nu ook veel meer van je klanten eigenlijk dan je ooit had geweten. En ook van de stad. Ik kom in wijken, Vathorst. Prachtig. Wist ik helemaal niet eigenlijk. Kom daar nooit. Kan je nagaan. Supermooi. Wel heel leuk dat je zoveel bestellingen ook hebt gekregen. Hè? Ja, het beperkte de verliezen. Ja, want hoe staat het ervoor? Hoe kom je door de crisis heen? Nou ja, de eerste maand was 17.000 verlies. Toen zijn we gaan bestellen 13.000 verlies. Mm-hmm. Nu zitten we met die mooie maatregelen die er allemaal zijn. Mm-hmm. Op 4.000 verlies per maand. Het is te doen. En we zijn blij dat we onze gasten weer kunnen ontvangen. Ja, hey, maar vertel eens even, wat was nou echt jouw idee erachter dat mensen weer het gesprek aangaan? Dat je toch zegt, ik ga echt nee zeggen tegen zo'n laptop. Nou, het voegt natuurlijk helemaal niks toe aan de gezelligheid en aan de verbinding. Er staan drie dingen in het logo van Corazon. Dat is koffie, nou helder, duidelijk. Books, nou er staan duizenden boeken die kun je pakken, zijn gratis. Je mag wel lezen in een boek alleen. Ja, mag ook. Ja, dat vind ik toch nog weer, dat gaat, daar word je wijzer van. Je kan ook lezen op internet, ja, hè? Daar word je niet wijzer van. Echt niet. Ja, nou ja. Kan ook een boek downloaden, hè? Ik kwam mijn zaak inlopen en ik zie allemaal logo's op een gegeven moment van Sony en Vaio en Apple. Ik denk, nou, maar dit wil ik niet. Ja. Hier heb ik helemaal geen koffiezaak voor begonnen. We willen vriendschap. Het derde woord in ons logo. Friends. Ja, mooi. Ja, dat vind ik heel erg mooi. Ja. Dus in die zin zit jij echt, vind ik, op de duurzaamheid van contacten. De duurzaamheid van de menselijkheid. Ja. Ook in deze tijd, hè, als je denkt aan duurzaamheid van werkrelaties. Je hebt sommige bedrijven die natuurlijk meteen heel veel mensen ontslaan. Ja. Dat is ook niet echt duurzaam. Nee. Als je gewoon langer blijft investeren. Dus daar ben jij er ook één van. En als je dan denkt in de duurzaamheidsdiscussie aan het eten. Want ik zag allemaal lekkere dingen voorbij komen bij jou. Ja, dat is grappig. Want je kan duurzaamheid natuurlijk. Ja, dat zijn de grote projecten. Zoals wat René heeft verteld, de windmolen, daar heb ik echt heel veel respect voor. Maar ja, ik ben een kleine speler, voel ik ook wel. Mm-hmm. En ik denk, soms begint duurzaamheid bij jezelf. Bij gewoon als consument. Als consument hebben wij de macht. Mm-hmm. Als consument kun je bepalen, eet goede dingen. Heel simpel, dat is duurzaam. En het is niet dat ik honger heb, maar ik heb hier twee broodjes meegebracht. Ja, ik dacht even, je hebt je sandwich gemaakt. Ja, ik heb een blammetje meegenomen. Yeah. Om even het verschil te laten zien tussen goed brood en minder goed brood. Dit brood is van maandag. Nou, voel eens. Ja, dat is niet. Nou, het is alsof je het geroosterd hebt. Maar best. Voelt lekker zacht, toch? Het voelt heel zacht, ja. Dit brood is ook van maandag. Dat is keihard. Ja. Daar kan ik je inderdaad. Ja, daar kan je flink klap mee geven. Daar zit geen rommel in. En is daardoor, dat het dan? Ja, maar je kiezen gaan er wel op stuk. Nee, dit eet je niet op. Dit is van maandag. Dus brood eet je vers en je doet er gewoon rommel in. Hier zit alleen maar meel, gist, water en zout in. En hier zit broodverbeteraar in en allerlei rommel. Dit moet je helemaal niet hebben. Duurzaamheid begint heb je dus ook niet, hè? Dat serveer je niet, hè, dan? Dat serveer ik niet. Nee. Ik serveer dit, maar dan wel vers. Ja. Niet zo. Ja. Nou ja, je zou dat nog, als je duurzaam wil zijn, kan je het ook nog in de koffie dopen. Hè? De Italianen altijd. Ik die hou dopen niet, zelfs ik in het zuiden met de koffie, met brood in de koffie. Hè? Nee, ga je gang, hoor. Maar duurzaamheid is soms ook goede dingen kopen. Goede producten. Goede dingen eten.
Geen rommel kopen. Nou, ook seizoensproducten eten. Hè? En ervoor zorgen dat je niet zegt van nou, ik moet het hele jaar door bijvoorbeeld de aardbeien eten of zo. Maar dat is een lastig verhaal. Want als het voorjaar begint, april, wordt het mooi weer. Mensen willen aardbeientaart. Die moet ik ook aanbieden dan. Mm. En die heb ik ook. En dan haal ik aardbeien uit Spanje. En dan zeg je, ja, meneer Stip, aardbeien uit Spanje, dat is ontzettend niet duurzaam. Dat komt helemaal vanuit Spanje. Ja. Maar dan beseft men niet dat als ik aardbeien haal uit het Westland, dat ze daar niet van de koude grond komen, maar uit een gestookte kas. Ja. Die gigantische ecologische voetafdruk heeft. En als ik ze van de koude grond in Spanje haal en in een vrachtwagen laai hier naartoe, dan is de ecologische voetafdruk veel en veel minder groot. Hey, dus simpel is de discussie ook. Ja, maar ook ik zou dan gewoon zeggen, doe gewoon een klein perentaartje nog of zo in het najaar. Dat is gewoon seizoen. En die aardbeien, daar moeten ze dan maar even op wachten. Nou, eigenlijk ben ik dat met je eens. Toch? Zullen we dat nou met z'n allen afspreken? Ja, dat vind ik echt. Je moet gewoon goed uit het seizoen eten. Dat moeten we veel meer doen, want dan leer je ook weer wat er in het seizoen is. Geen vijgen in maart. Maar dan moeten ze uit Brazilië komen. Nee, kom op, ik heb een vijgenboom in mijn achtertuin staan. En ze zijn nu nog groen. Augustus, september. Heerlijk. Dan komen ze, zijn ze rijp. En daarna vergeet het dan maar. Ga je het niet meer doen? Nee. Geen aardbeien meer, hè? Oh, yes, gewoon nee, alleen als het seizoen. Oké, Dirk-Jan, deal. Thanks. Ik vind het een heel mooi verhaal. Ik kom zeker een keer een kop koffie bij je drinken. Je bent zeer welkom. Nice.